Dit is de in 2016 overleden Jules Schelvis. Hij overleefde in de Tweede Wereldoorlog maar liefst 7 concentratiekampen. In de jaren 80 sprak de journalist op camera met verschillende overlevenden van kamp Sobibor. Dit leverde bijzondere beelden op die jarenlang verborgen bleven. Tot nu. De Amstelveense regisseur Piet de Blauw zocht deze uit en maakte er een indrukwekkende documentaire over voor de Joodse afdeling van de EO. Die verschijnt woensdag op de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust op tv. In mei vorig jaar zag ik de koning inderdaad op de Dam zeggen van hoe bijzonder Jules Schelvis was. Dat was al prachtig voor hem natuurlijk en ook voor zijn familie. Maar toen dacht ik moet toch iets met die banden. Ik wist dat ze bestonden. Het NIOD heeft ze op een website gezet. Je kunt ze allemaal terugzien, maar dat doet natuurlijk eigenlijk niemand, want het is veel te veel materiaal, 18 uur. Dus ik dacht, ik moet daar toch proberen om daar een documentaire over te maken. En dat is nu gelukt. Heel veel van die mensen op die tapes, die spreken waarschijnlijk voor het eerst over wat ze overkomen is. En daarna spraken ze niet zomaar met iemand, hè, met een journalist. Nee, ze spraken met iemand die ook in dat kamp was geweest. Dus ze zagen in hem een gelijke. Hij was maar heel kort geweest, Jules Schelvis. Maar hij was wel in dat kamp geweest. Dus zij voelden een band. En daardoor denk ik dat ze... Ja, dat ze veel meer gaven dan normaal in een interview. En je ziet gewoon dat die mensen helemaal teruggaan in de tijd. Het is alsof iemand in de documentaire zegt, het is alsof het gisteren gebeurd is. Nou, en dat is heel bijzonder om dat te zien. Ik herinner het mij nog heel goed. Het was een lange trein. Het transport bestond uit ongeveer 3000 personen. En we zijn 4 dagen onderweg gebleven. 4 bange dagen. 4 dagen van grote twijfels. Van nervositeit. Van onrust. Van niet weten wat er met je zal gaan gebeuren. 4 verschrikkelijke dagen. Begin jaren 80, toen werd er nog gefilmd op echt film. Dus waarschijnlijk hebben filmmakers en ook journalisten gedacht, ja, dit is te slecht eigenlijk, dit materiaal, technisch gezien. Dus nu is het juist heel overtuigend. Hè? Het is echt archiefmateriaal. Het is echt heel bijzonder dat we dat nu terugzien. Maar in die tijd dachten ze waarschijnlijk van, ja, het is gewoon... niet heel bijzonder goed van kwaliteit, dus gaan we dat niet gebruiken. Maar ik denk dat ze, het is wat ik al zei, het is natuurlijk 18 uur materiaal. Ik denk niet dat ze toen dat hebben doorgekeken en hebben gezien hoe bijzonder het eigenlijk was. Dus het was eigenlijk onbekend wat voor schat hier eigenlijk, wat die Jules Schelvis in handen had. Wat bijzonder is aan die interviews is dat je ziet dat mensen die erbij waren van minuut tot minuut vertellen hoe dat gegaan is. He, hoe ze in dat kamp kwamen, wat het leven voor in dat kamp was, voor de mensen die niet werden vermoord. Ja, dat was natuurlijk gruwelijk, dat was natuurlijk vreselijk hoe die mensen daar moesten leven. Maar daarna dat ze bedachten, wij moeten hieruit, wij moeten het verhaal wat hier gebeurt, dat moet voor de buitenwereld bekend worden. En dan zie je hoe ze langzaam die opstand organiseren, onder leiding van een Russische soldaat, die zelf ook Joods was. En dat ze dan uiteindelijk inderdaad besluiten hun bewakers te overmeesteren en dan uit te breken. En dat je dat van minuut tot minuut ziet, ja, dat heb ik nog nooit gezien. En dat maakt het wel echt heel bijzonder. Ik kende Jules Schelvis via mijn werk als verslaggever. En hij zei op een dag van, ik wil graag dat je deze videoband een keer bekijkt. En dat heb ik toen gedaan en daar zat er één interview in met een man, een Joodse man, die in Sobibor had gezeten. En die vertelde dat hij in Sobibor zijn vrouw, zijn kind en zijn moeder had verloren. En dat vond hij vreselijk, en natuurlijk. Maar hij zei, ik wil wraak. Ik wil dat degene die hier verantwoordelijk voor zijn, dat hij dus... ik wil wraak. Je kunt dat vinden, meneer. Is er ook geworden, zijn hak met hek. Zou je op mij niet komen, meneer?
Nog had ik schrikken. Dus is van mijn mama. En dus is van mijn vrouw. En dus is van mijn zin. En dus is van de ganzen hoogjes roe. Zuiver genomen in de kummer. En nou zuiver mich. Mijn hart. En mijn gewonnen leichter als getreten in zijn blind. Dat had ik nog nooit gezien op die manier. En vaak zijn, dat is natuurlijk logisch, Joden werden vaak gezien als slachtoffers in de oorlog. En dat is ook helemaal terecht. 6 miljoen Joden zijn vermoord. Maar het is toch mooi om te zien dat er ook soms weerstand was. En dat er wraak werd genomen. En dat, toen dacht ik, ja, hier moeten we iets mee. Dit moet een veel groter publiek moet dit zien. Hij wilde heel graag dat verhaal verteld werd. Hè. Dat is het belangrijkste wat hem dreef eigenlijk. En wat hij me ook wel eens verteld heeft. Hij vond het ook heel belangrijk dat duidelijk werd dat Joden zich niet als makkerschapen, hè, zo noemden ze dat dan, lieten afvoeren naar die concentratiekampen. Nee, als de mogelijkheid er was, dan probeerden ze echt dus daartegen in te gaan. Nou, en dat vond hij heel belangrijk dat bekend werd. Dus doodzonde dat nooit eerder is gebeurd, maar ik denk dat het nooit eerder is naar buiten is gebracht. Maar ik denk wel dat hij dat heel mooi zou hebben gevonden dat nu wel gebeurt en dat verhaal nog steeds wordt verteld. Ja. Wat hier gebeurde met Joden in de Tweede Wereldoorlog. En je ziet hier achter ons een monument voor Joden die niet zijn teruggekomen uit kampen uit Amstelveen. Daar staan allemaal namen ook tussen van mensen die in Sobibor zijn omgekomen. Dus ja, het heeft altijd diepe sporen in onze samenleving getrokken. Maar het gaat tot op de dag van vandaag is het denk ik belangrijk om dat verhaal te vertellen. Ik bedoel, kijk naar wat er nu in de politiek gebeurt. Hè, Forum voor Democratie. Er zijn allerlei verhalen over dat er antisemitisme is bij de jongerenorganisaties. Nou, nog niet zo lang geleden was Forum voor Democratie was de grootste partij van Nederland. En dan gebeuren dat soort dingen. Dus het verhaal van Jules Schelvis is nog heel erg belangrijk om te vertellen wat er gebeurt als je groepen mensen wegzet als minderwaardig of als die moeten weg, die moeten we hier niet in Nederland. Dat is heel belangrijk dat verhaal nog steeds verteld wordt. Ook, ja, of misschien juist voor jongere generaties. De EO-documentaire De Sobibor Tapes, Vergeten Interviews van Jules Schelvis wordt woensdag 27 januari 5:30 uitgezonden op NPO 2.